Nou, we zijn we hebben alleen Piet Schot nog. Wie woont er in de buurt bij Piet? Dat kan moeilijk door de Brievenbus. Nee, dat gaat niet. Zie je Dini morgen? Nou, dan moet je dit maar al... Dat komt allemaal goed, geef dat maar aan de vrouw mee, dat komt helemaal. Maar ja, wel begrijpt die natuurlijk niet. Waarom die dat krijgt? Nou, nee, Sinterklaas zal dat toch even toelichten. Hij was jullie... Ik weet natuurlijk ook niet wat er in dat pakketje zit. Slagband. Hier, je hebt mensen die weten alles. Althans, dat denken ze. In dit geval heeft hij toevallig gelijk. Want jullie weten natuurlijk dat meneer Schot, die klust heel veel. Meneer Schot klust heel veel. Zowel hier als op de camping. Hij knutselt, hij plakt, hij timmert, hij stoft, hij zuigt, enzovoorts. Dus, wat hebben we nu voor hem gekocht? Een multifunctioneel cadeau. Namelijk, band om alles mee vast te plakken. En dit is band, dat is zo sterk, dat is zelfs naar eenden genoemd. Duct tape. Heel goed. Dus ik hoop dat meneer Schot daar erg blij mee is. Hij zal in ieder geval het nodige ermee kunnen vastplakken. Ja, en wij zullen later nog eens even toelichten aan meneer Schot waarom. Meneer Schot is echt in nood. Nou, deze Sinterklaas ongeveer 20 minuten gesproken. Misschien iets korter. Dus het wordt tijd dat meneer, dat jullie wat gaan zingen. Sinterklaas even wat voor zijn mond houdt. Wat een deken krijgt zeker. Nou, dat zou ook dan maak ik van die penning mee zo'n hele goede geste. Dat lijkt me goed. Als de meneer achter de bar dan ook iets met een rietje heeft of zo, dan komt dat helemaal goed. Maar ik wil eerst dat jullie iets zingen. En iets anders dan kapoentje. Soms komt er een steun. Er zijn mensen die denken dat ze toch erg slim zijn. Maar, Zwarte Piet, wat... Nou, dan allemaal ziekens. De stoot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. O, help ons zijn paardje. Het dek op en neer. O, draaien de wimpels van heen en al weer. Ja, nu is hij knecht, hè? Staat en lachen en roept ons in stoel. Wie zoet is rijkelijk en wie stout is de roep. O lieve Sint-Nicolaas, dan komt ons er bij. En leidt allemaal de stilletjes ons huisje voorbij. Nou, ik vind het bijzonder knap. Sinterklaas die gaat nu afscheid van jullie nemen in de zin dat hij nog even wat drinkt en dan vervolgens weer snel gaat naar de volgende afspraak. Want zoals je weet hebben wij heel erg druk deze dagen. Nee, dat gaan we dadelijk doen. Sinterklaas, vergeet niet dat ik een bolletje niet op te drinken. Ik dacht dat dit was van de poelmeester.